trots op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud. Communicatie begon met rooksignalen en mondeling overbrengen door boodschappers. De stemgeluiden van mensen kwamen maximaal zo ver als de geluidsgolven verspreiden konden. Openbare markten en godsdienstige bijeenkomsten in kerken en bedevaartplaatsen waren belangrijke plaatsen en momenten van communicatie tussen mensen. Lodewijk Napoleon introduceerde in 1800 de geschreven taal als brief die per post werd overgebracht. Zodoende werd vanuit Amsterdam via Oosterhout naar Parijs de Oosterhoutse steenweg aangelegd als belangrijke communicatieweg. De postkoetsen en de koeriers maakten hier gretig gebruik van. Mede dankzij deze snellere communicatiewegen kon keizer Napoleon meer dan eens op verrassende wijze zijn slag slaan, zowel op politiek als op militair gebied. Vuurpijlen en kanonnen. Vuurpijlen, kanonnen, trompetten, windmolens, vlaggen en spiegels volgden de primitiefste vorm van de gesproken taal uit de middeleeuwen op om berichten over te brengen. Mijn kraag staat omhoog, het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. Industrialisatie in de 19e eeuw was baanbrekend, ook op het gebied van communicatie. De komst van de Zuiderstoomtram in Oosterhout in 1882 en de beschikking over autobussen vanaf 1923 brachten ook de communicatiesnelheid in en rondom Oosterhout op gang. In mei 1878 opende een gloednieuw postkantoor haar deuren en ging ook de schriftelijke communicatie met haar tijd mee. Telegraafverbindingen werden met alle delen van de wereld mogelijk. De telefoon en de fonograaf, voorloper van de grammofoon, deden hun intrede.
Communicatie tijdens Wereldoorlog 1 en 2. Tijdens de Eerste Wereldoorlog huisde de militaire telegraafdienst in het postkantoor in Oosterhout. Vooral postduiven werden ingezet om berichten snel te kunnen versturen naar belangrijke thuishokken. Om misbruik te voorkomen werd gedurende de Tweede Wereldoorlog het houden van duiven streng verboden. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen communicatiemiddelen die sneller, betrouwbaarder en toegankelijker waren, zoals telegrafie en telex.
communicatie naar 1950. In vergelijking met nu kwam rond 1950 de krant op een nogal primitieve manier tot stand. Kopie werd getikt op schrijfmachines, al dan niet telefonisch doorgegeven door de redacteuren via de al onbekende zwarte telefoon en het stekkersteken van de dames. Ontwikkeling telefoonnetten. Alexander Graham Bell, Verenigde Staten, vroeg in 1876 octrooi aan op zijn uitvinding die hij telefoon noemde. Het apparaat kon toen alleen nog maar in het laboratorium worden gebruikt. Op 1 juni 1881 werd het eerste Nederlandse lokale telefoonnet in Amsterdam in gebruik genomen. Er waren 49 aansluitingen. De exploitant was de Nederlandse Bell Telefoonmaatschappij. In Nederland werd in 1887 een aanvang gemaakt met het interlokale telefoonnet. Maar pas in 1897 kon je spreken van een bescheiden interlokaal telefoonnet. 20 steden waren toen met dit net verbonden. Nederland kreeg in de jaren 90 van de 19e eeuw de eerste internationale verbindingen met België en Duitsland. In 1907 werd naar Amsterdams voorbeeld de eerste automatische huistelefooncentrale in gebruik genomen bij de cacaofabriek van Houten in Weesp. Dit was waarschijnlijk de eerste commerciële gebruikte centrale in Europa. Jarenlang waren de telefoonnetten in handen van diverse, particuliere telefoonmaatschappijen. Pas in 1940 kwamen alle telefoonnetten in Rijkshanden, de dienst der posterijen en telegrafie. In 1950 werd in Nederland de 500.000ste abonnee aangesloten. 10 jaar later telde Nederland 1 miljoen aansluitingen. ...1949, officiële introductie van de televisie. De officiële introductie van de televisie in Nederland was op 12 december 1949. In de eerste jaren keken er maar enkele duizenden mensen televisie. Een tv was toen nog echt een luxe. Pas rond 1985 hadden de meeste Nederlanders een kleurentoestel. Populaire televisieprogramma's als Spel zonder Grenzen en Zwiebertje trokken vele miljoenen kijkers. Waar voorheen een spel werd gedaan of een boek werd gelezen, was nu televisie kijken de belangrijkste vorm van vrije tijdsbesteding.